beetje zenuwachtig. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Ben je zenuwachtig om met mij in de ring te staan? Nee, in de ring niet. Nee. Salam alaikum, welkom bij deze vlog. Ik ben onderweg naar de Dawa Groep hier in Utrecht. Ze hebben een evenement georganiseerd rondom het thema Geef Nooit Op. En dat is natuurlijk een belangrijk thema voor iedereen. Maar voor ons als moslims heeft dat natuurlijk ook heel duidelijk een religieuze component. En ze hebben mij gevraagd om een interview te doen met broeder Jamal Ben Sadiq. Dat is een wereldberoemde kickbokser. Maar ook iemand waarvan je zou kunnen zeggen dat hij in figuurlijke zin misschien buiten de ring wel meer klappen heeft gehad en in ieder geval meer tegenslagen heeft moeten incasseren dan in de ring. Hij is een keertje neergeschoten geweest, hij heeft kanker gehad, hij heeft een dodelijk ongeluk meegemaakt. Dus de vraag is natuurlijk ook voor hem, zowel gewoon praktisch, maar ook in religieuze zin, hoe ga je daarmee om? Wat heeft dat voor hem gedaan? Wat heeft dat gedaan voor de manier waarop hij zijn religie beleeft? Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, we zijn er bijna, dus we gaan het bekijken, inshallah. De evenementen van de Dawa Groep die worden vaak druk bezocht. En zeker nu tijdens de Ramadan zou het mij niet verbazen als er meer dan 1000 man is. Dus inshallah, we gaan het zien. Ik heb in ieder geval een parkeerplekje kunnen vinden. En dan lopen we nu naar de locatie. 50.000 jaar voor de schepping van hemel en aarde. Dankjewel. Dus, geloof in Qadar geeft mij energie. Geloof in Qadar geeft mij de inspiratie. Geloof in Allah subhanahu wa ta'ala in mijn Heer. Waarom zal de moslim opgeven en wanhopig zijn en je hebt Allah boven je? Even backstage met Jalil, de voorzitter van de Dawa Groep en natuurlijk de organisator. Hoe gaat het tot nu toe, het event? Top, echt. Mogen niet klagen. Goede opkomst, goede sfeer, alles. Ik kom binnen, volle bak. Volle bak. Zijn er nog plekken, of niet? Nee, haast niet. We lopen echt overal stoelen vandaan te rukken. Alhamdulillah, echt toppie, man. Mooi. We gaan er een mooie avond van maken. Inshallah. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Ben je zenuwachtig om met mij in de ring te staan? Nee, in de ring niet. Nee, in de ring niet. Maar wel praten met de ring. En de professor zijn niet met de ring. Kijk mij het gemeenschap. Dit is wat het echt gebeurd is. Fighting out of future. Please welcome back. Door in de buitenland. Hé,
Het evenement is voorbij, wat vond je ervan? Ja, super, jongeren aanspreken. Dat zijn natuurlijk de mensen die me motiveren en die mij ook steunen in mijn sport. En ja. Als je allemaal bij elkaar ziet in deze mooie maand. Ik had geen mooiere zondag. Prachtig, toch? Zeker. Leuk. Fijn dat je naar Utrecht bent gekomen. Heel veel liefde gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Zo, het evenement zit erop. Volgens mij waren de bezoekers erg enthousiast. Natuurlijk, er zaten een paar grappige aspecten in. Hè, dat ik dan in de ring stap met Jamal Ben Sadiq. Zogenaamd alsof we natuurlijk gingen vechten, maar dat was natuurlijk niet zo. Desalniettemin, ik denk dat het ook inhoudelijk wel echt een goede bijeenkomst was. Een aantal goede lezingen voorafgaand aan uiteindelijk natuurlijk het gesprek wat ik met hem had. Tijdens het gesprek dat je iemand die zo groot is, zo sterk is, die juist wordt gezien als iemand die heel veel kracht uitstraalt. En dat die persoon dan vertelt hoe die op een gegeven moment in zijn ziekte zich realiseert dat hij volledig afhankelijk is van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat het gebed en het besef dat het een beproeving is, uiteindelijk zijn band met Allah heeft versterkt. En het besef dat hij natuurlijk uiteindelijk zo groot en zo sterk als hij misschien is in wereldse zin, volledig afhankelijk is van Allah. Dus ik hoop dat het inspirerend is geweest voor mensen. Toch een reality check dat hoe je het ook went of keert, uiteindelijk je afhankelijk bent van Allah. Dat is waar je je toevlucht zoekt. En dat is waar je je bescherming zoekt. Dus mogen Allah subhanahu wa ta'ala in ieder geval voor hem zorgen dat zijn gezondheid in de toekomst beter zal zijn dan het in het verleden is geweest. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala de organisatie belonen voor het mede mogelijk maken ervan. En ik ben gewoon helemaal blij dat ik een klein steentje mocht bijdragen. Bedankt voor het kijken van de vlog. Hopelijk vond je het leuk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.